Dag vaders en moeders, maar vooral vandaag, hallo kinderen. Welkom bij Botlek TV. Het is de dag van de aankomst van Sinterklaas in Nissewaard, in Spijkenisse. En ja, achter mij, de brug is nog niet omhoog, maar dat gaat dadelijk vast wel gebeuren. Dan gaat de brug weer omhoog en daar zijn we één keer in het jaar blij om. Dat die brug omhoog gaat, want hij gaat omhoog voor de Spanje. De boot van Sinterklaas, de pakjesboot. En ja, we hebben al even het getoeter gehoord. Zo. Hij komt eraan, hij is bijna bij de hoek. En wij gaan naar beneden, Roel van Deursen en Joop van der Hoor, om verslag te doen van de aankomst van Sinterklaas 2021. Sinterklaas te wachten en zit hier Siem van Herwijnen en die woont hier aan de Veerweg en die denkt van slimme handel, ik begin alvast met kerstspullen te verkopen. Hi Siem. Hey, prachtig man. Ja. Loopt het een beetje? Nou, ik heb nog niks verkocht. Je hebt nog niks verkocht? Vorig jaar liep het echt goed. Oké, okay, maar je bent hier vaker dadelijk te vinden? Ja. Oké. Okay. Nou, beste mensen. Sinterklaas is na vandaag alweer voorbij natuurlijk, want die gaat overal schoenen vullen en dat soort zaken. En als er dan een hele grote schoen nog staat, van papa, dan past misschien wel zijn kerstboom in. Slimme handel, succes hè! Dank u wel. Hey, hallo zeg! Wow, kijk, ik was in de vraag. Geen lesjes. Hoi, niet schrik hoor. Oh, jij wil er ook wijn, hè? Tuurlijk. Afstellen! Boys, daar is die! Ik zie Sinterklaas! Sinterklaas, je komt maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaas, je komt maar even bij ons aan, en laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Oh, Ernst, daar komt weer! Hallo! Sinterklaas, je komt maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaas, je kom maar even bij ons aan, en laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Zingen, ja! Opgevallen bij Nissewaard! Zo, 1, 2, 3. Hier in de haven van Spijkenisse wil ik u van harte welkom heten bij ons hier in deze mooie stad. U heeft gezien, er hebben zich honderden kinderen verzameld. En we waren er verschrikkelijk zenuwachtig. Want eerst ging het te snel, u was al voorbij. De kinderen mogen allemaal hun schoen zetten en vraag toch ook even aan papa en aan mama, hè? Want die weten dat precies. Vanavond! Dan lopen we langzaam richting de koets die verderop voor de klaar staat. En dan heel spijt in de zin, hoor. Ik verheug me erop, burgemeester. Gaat u met mij? Ja.
kilo, nee, met 5 kilo pepernoten. Sinterklaas is net met de boot binnengekomen en loopt nu met de burgemeester langs alle kinderen, langs de veerkade. En die gaat dadelijk naar de koets. Ja, als je dit later op de dag terugziet, dan zie je jezelf misschien wel. Prachtig verkleed als een Piet of als een Sint. En niet vergeten, hè, vanavond de schoen neerzetten! Sinterklaas, welkom in Spijkenisse, welkom bij Botlek TV en vanavond ga ik mijn schoen zetten. Ja, we zwaaien Sinterklaas na, want hij gaat richting het centrum en daar staan nog duizenden kinderen staan op hem te wachten. Eindelijk is Sinterklaas weer aan het land. Wat hebben we moeten missen, samen met al zijn pieten en al zijn maatjes en zijn vrienden en ook de kinderen natuurlijk, hè? Want ja, Sinterklaas is er voor elke leeftijd. En dan ben je ineens 2-3 jaar ouder geworden. Heb je gelukkig wel tussendoor je schoen mogen zetten, maar je hebt Sinterklaas niet echt gezien. En nu wel. Hij is er met burgemeester Fort van Oosten. Die heeft hem hartelijk welkom geheten aan de haven. Daar hebben we net ook daar gestaan. En ja, we zijn zo blij. Eén ding weet ik zeker. Er zijn vandaag geen stoute kinderen bij.